Ik ben niet Aap van Kostjes. Ik ben niet Mark-Marie Huijbrechts. Welkom bij Mark-Marie en Aap vinden iets. Hoeveel sterren geven wij Instagram? Ja, daar gingen we eigenlijk al, hè? Want, daar gingen we meteen. Want jij zei Instagram is een beetje... aanstellerig. Ja, ik wou het niet zeggen, want is zo. Ik zei vroeger ook Instagram. En wanneer ben je omgeschakeld? Op een gegeven moment had ik het gevoel dat het een statement was dat ik het zo uitsprak. Oh ja. En toen dacht ik ga gewoon met de mainstream mee. Ik heb wel in Amerika wel eens gevraagd wat de wifi... Nou, daar kwamen ze niet bij van het lachen. Toen zei je wifi? Ja. Oh, wat lief. Met de wifi, hè? En dan is het meteen ook zo'n klokhuiswoord, wifi. Ja. Snap je? In het denk je, wifi. Ja, wifi is volwassen en wifi is een beetje gewoon de kindertafel. Ja. Ja. Maar goed, we gaan het over Instagram hebben. Ja. Instagram. The gram. Ja. En we hebben een oude vertrouwde suikeroom. Terugkerende suikeroom. Met sleeps. Ja, oom met. Ja. En je kan niet zeggen dat wij sleep around, want wij zijn echt wel trouw aan Matt. Ja, en met Mono met Matt zijn wij. Ja. Dan hebben we een roddelblad en het is weer gewoon ouderwets de privé. Het ouderwetse privé waar we doorheen struinen. Ze hebben ook weer een advertentie, zie ik nu. Tijdenlang stond er achter op de privé of een foto van Rodeo Drive of zoiets. Ja, precies. Ze hebben advertenties, dat vind ik wel positief. Dan blijft hij ook gewoon bestaan. Van het Circus Theater Scheveningen. Nou, kijk. Ja, oh, Elvis treedt erop. Nou ja, dat is wel... dat snap ik wel. Dat ze, en Michael Jackson. Echt? Ja, oh, Michael leuk. Jackson en Elvis. Jeetje. Dus ik snap wel dat ze daar een beetje reclame voor willen maken. Ja, ik vind het heel goed dat ze een paginaatje hebben gekocht op de privé. Die zijn ook een beetje vergeten door iedereen. Leuk. Dus goed om die weer eventjes zo... Mag eens kijken hoe ze eruit zien. Oh, het is echt Elvis. Ja, ja en echt Michael En echt Jackson. Michael Jackson. En Django. En Django Wagner. Wagner. Django Wagner. Nou, de grote drie. En Frans Bauer. Met spectaculair gastoptreden van Sieneke. Wow. Nou, doe dan maar Sieneke. Dat ja, was, ja, dat, weet je daar dat nog? Was Gijs een enorme fan. Die draait dat liedje nog steeds, hè? Weet je dat nog? Met vader Abraham. Vader Abraham. En ook het zieligste wat ik ooit heb gehoord was in Expeditie Robinson. Er was die, hoe heette zij nou... Diante of zoiets. Zij presenteert altijd shownieuws. Ja. En wel een hele knappe vrouw. Ja. En die zat samen met nog iemand. Zaten ze met z'n drieën te praten. Sieneke, zij en iemand. En toen zei Sieneke, ik moet wel eventjes zeggen... dat ik voel me jullie echt de grootste klik. Ik vind jullie eigenlijk... ik voel me heel goed bij jullie. En zei die Diante, ja, maar ik ga jou wel wegstemmen, zei ze. Wow. Zo keihard in haar gezicht. Meestal gaan ze achter een palmboom zeggen. Ja, maar net nadat zij de broek uit had gedaan, helemaal kwetsbaar, daar stond zij. Zei, ja, ik ga jou wel als eerste wegsturen. Oh, hard. Ja, dat vond ik ook wel hard van haar. Van ja, Diante. Maar ja, dat is wel het spel, hè? Zo dat moet is je wel zijn. Dat is Diante en dat is het spel. Ja, ja Diante is knetterhard. Ja, maar ik heb haar een keer bij Vier Handen op één Buik. Dit is letterlijk mijn enige Diante-referentie. Toen was ze weer heel zorgzaam. Nee, maar ze heeft verschillende gezichten. Ja, tegen Sieneke is ze. Ja, maar op dat eiland word je natuurlijk heel hard. Zijn keer een buurman bij ons, die hoorden wij praten. Want die praat altijd heel hard. Als hij met andere mensen aan praat, was het hoorden wij gewoon aan wat ze zei. Zonder zijn mens voor de deur, zei hij. En hij was een ja-knikker en zij had twee gezichten. hoe was jouw week? Ik had een hele goede week. Een lekkere lenteweek. Deels in Rotterdam doorgebracht. Waarom? Gijs moest er optreden. We waren mee. Oh. Als een soort showbiz-familie. Leuk. En, als Mama Lou. Ik was Mama Lou, absoluut. En lekker met de kinderen door Rotterdam gelopen. Het is toch wel echt een heerlijke stad, vind ik. Ja, ik had dan op Instagram gezet. Op Instagram. Oh. Van als ik niet in Amsterdam zou wonen, zou ik in Rotterdam wonen. Ja, en het grappige is, Rotterdammers gaan er altijd vanuit dat jij als Amsterdammer Rotterdam verschrikkelijk vindt. Maar dat is helemaal niet altijd. Dus die waren van, nou, eindelijk ben je erachter gekomen en zo. Terwijl ja, ik vind het gewoon een leuke stad. Ja. Ik hou er wel van. Ik wil me helemaal niet mengen in heel dat Amsterdam-Rotterdam gedoe. Want ik zie het gedoe niet. Snap ik ook niet. En ik voel me ook niet echt in Amsterdam of zo. Maar... terwijl ik hier langer heb gewoond dan Tilburg heb gewoond. Maar goed, ik denk altijd dat zoals het met België en Nederland is... en zoals het met Duitsland en Nederland is... dat
de Amsterdam maakt zich, vindt Rotterdam prima. Ja, maar Rotterdam wordt steeds gehad tegen Amsterdam. Ja. En zo in België en Nederland ook. Nederland vindt België prima. En Belgen doen altijd moeilijk over Nederlanders. Maar dat komt... Ja, ja, dat is dan een soort één kant op. Ja, ja, en Duitsland en Nederland ook. Duitsers vinden Nederland, hebben ze, als ze alle gedachten hebben, vinden ze het allemaal prima. Ja. Maar en Nederland hebben altijd zo'n soort houding naar Duitsland. Dus altijd... heeft met je gevoel status. Van status en van macht en met dingen te maken. Ja, nou ja, ik vind het gewoon heel fijn. En ik zie dan zo'n hele hoge wolk. Maar oh, lijkt me heel leuk om daar boven in een flat te hebben. Nee, lijkt me helemaal niet leuk. Ja, bro, ik droom altijd van vastgoed, hè? Ja, je droomt van vastgoed, maar wel onrealistisch. Altijd strikt onrealistisch. Want waarom ik is zie het... nooit een flat misschien aan de snelweg waar ik heel graag kan je zelf het antwoord proberen te vinden. Waarom is het niet leuk om zo hoog in een flat te wonen? Als er brand is. Ja, dat is ook één. Dat is een hele goeie. Contact met mensen. Met de grond. Ja, de contact met de grond. Kijk, ik denk altijd, dat is ook een goede tip als je met vastgoed bezig bent. Je moet wel hoog wonen. Bijvoorbeeld in de stad, liever niet begaande grond, vind ik altijd. Nee, dan wordt er ook veel meer ingebroken. Daarom, precies. Ja. Dat is niet fijn in de grote stad. En... maar als je de hoogte in gaat, niet te hoog. Want je moet nog, als je uit het raam kijkt, mensen kunnen herkennen. Of herkennen. Je moet mensen kunnen zien. Dus als je naar mensen kijkt, dan moet het niet... Het is leuk. Nee, het moeten geen kleine mieren worden. Ja, mensen zeggen altijd, als het helder weer is, dan kan ik hier Edam zien. Ja, maar maakt mij nou uit dat je Edam kunt zien. Ik wil dan graag mensen op de grond zien. De buurvrouw gewoon zien. Ja, ik wil zien, zit die, ruimt hij nou niet de poepen van die hond? Dat wil ik graag nog kunnen zien. Nee, dat kan je eigenlijk net niet zien vanuit de wolkenkrabber. Nee, echt niet zien. Ik woon ook op één hoog. En dat vind ik ook een prettige hoogte. Ja. Ja, dat is hartstikke fijn. Ja, maar ik zag zo'n man in een rode zwembroek... heel, heel duidelijk bezig op zijn balkon. Weet je wat? Waarmee? Ja, met waarschijnlijk paraderen van... ik heb deze flat gekocht. En ik heb daarom ook een rode zwembroek aan. Ik zo, wow, kijk nou, die man zit daar helemaal in de hoogte. Dat kon je niet zien. Ik zag alleen maar het rood van zijn zwembroek. Oh. Maar ik denk van, oh, zit je daar zo helemaal in de wolk? Kijk je over de Maas? En ja... Hier stopt die droom ook, hoor. Ik bedoel, ik heb niet eens op Funda gekeken, wat voor mij al heel wat is. Nee, want je moet eigenlijk ook voor de Maas ook iets lager zitten. Want dan is het leuk als je een boot langs ziet komen, dat je denkt, goh, zit die, is er nou een vrouw achter het stuur? Of is er achter het roer, geloof ik? Heeft ze en was daar hangen? Zijn er nou kinderen bij? Heeft ze nou die auto op de ding gezet? Je moet kunnen zien... Ja, zie je alleen maar een soort grijs vierkantje voorbij komen. Je moet even een klein beetje in hun leven kunnen kijken. Ja. En dan gaan ze weer voorbij. Dat is ook mooi, want dan komt weer de volgende. Dat je denkt, heeft zij nou aan? Zijn dus de poepen wel opgeruimd? Dus dat is het leuke. Dus je moet dus een tip... Eén hoog, twee hoog. Zeker goed, omdat je dan... Wat ik dan weer fijn vind, is twee hoog... kan je s'nachts de deur open laten van het balkon. Dat één hoog zou ik net niet doen, denk ik. Vind ik een beetje tricky bij mij. Ja. Dus en twee hoog kan je dat wel doen. Dus dat vind ik altijd fijn. Dus kijk je aan tegen drie hoog? Moeten we een keer over verdiepingen praten? Nee, ja, verdiepingen is ook een goed. Verdieping, ook, en, maar ook verdieping. Maar dan doen we twee afleveringen. Ja, want de ene verdieping en de andere verdieping. Ja, doen we volgende week en de week daarop. Dat is wel een goeie, Hoe was jouw week? Mijn week was prima. Ik ben op een tournee. En dat is gewoon heel erg leuk. Ik heb elke avond... Dat is wel grappig, omdat je... Elke avond praat ik heel veel met het publiek. Dus er zijn heel veel hele grappige verhalen die dan uitkomen. Mensen die dingen vertellen en weet je wel. Dat vind ik gewoon heel bijzonder. En jij onthoudt ook altijd al die namen en zo. Ja, maar ook nog dagen later weet je dat. Nou weet ik van gisteravond, weet ik inderdaad al die mensen nog. Maar dat heeft iets heel fijns en dat heeft iets heel, heel prettigs. Want het lijkt echt alsof je even... Een avond gewoon met mensen. Wat natuurlijk ook zo is. Ja. Maar dat je even met mensen hebt gesproken. En dat maakt het heel erg leuk. En verder, als ik een avond vrij ben... ik had natuurlijk Boze Vrouw natuurlijk weer gezien. Maar daar willen we een keer een onderwerp van maken. Ja, of niet? Voordat dat weet het afgelopen niet. Is. Voor het afgelopen is. Want het was natuurlijk dan afgelopen keer... Dan moet ik even keer... bij kijken. Maar dat wil ik wel. Ja. Graag. Want dus, nu was het... Ja, je moet echt bij kijken. We zijn kijken, nog niet want... bij de eind. Nee, want ze moeten ook nog op... Ze hebben nog niet eens definitief één iemand gekozen. Oh, dan en dan moeten ze nog op citytrip en zo. Ja, citytrip dus Hans, is ook heel fijn. Ja, twee weken geleden of zo was ook zo grappig. Dan waren ze met allebei elkaar bij Hans. Bij Hans is de paardenboer. En dan... wat een verwennerij, zei die ene vrouw. Op woensdag vers brood. Op woensdag vers brood. En de rest van de week is zijn oud brood. Nee, maar ik denk ook op woensdag. Is alles wel meevaller. En dan waren ze met z'n vier, hadden ze vier croissants gehaald. Want dan kon iedereen
één croissant en zo. Dat zo. En dat was een grote verwennerij, zeg maar. Dus, versbrood. Je hoeft niet echt van heel ver te komen, wil je deze vrouw verwennen. Een singleshand is gauw gevuld. Dus in dit geval wel. Maar ik geniet met volle teugen, moet ik eerlijk zeggen. Ik vind ook dat Yvonne... Oh, dat wou ik ook nog zeggen. Ja, Yvonne dus het heel goed doet. Yvonne Jaspers. Yvonne Jaspers, maar dat is ook een vriendin van mij. Maar daar ben ik wel objectief in. Als ze het niet goed zou doen, zou ik dat niet zeggen. Maar dan zou ik het gewoon niks zeggen. Dan zou je zwijgen. Maar zij doet het wel, ja. Zij weet toch altijd wel precies wat ze dan tegen iemand moet zeggen. En ook nog durft te zeggen van... Goh, is dat nou wel slim van je? Of doe je dat? Of nou doe je weer dat? Waar je altijd zo bang voor bent. Zij benoemt ook gewoon echt mensen hun zwakke plekken. En zo. Ja, dat zou nooit durven. Wat ik zo heel goed vond, er ging nu iemand weg. Dan ben ik even vergeten. Annette en Dini, geloof ik. Nou ja, even bij Hans, bij de paardenboer. Ja. En die was weduwe en die zei, het is eigenlijk nog te vroeg voor mij. Ja. Dat merk ik nou. Dat had ik vooraf eigenlijk niet bedacht. Ja, om weer met een nieuwe man iets te willen. Maar ik merkte nu dat het te vroeg is. En toen zei Yvonne, misschien herinnert je ook te veel aan alles wat je niet meer hebt. Oh. Dat vond ik zo mooi, want ik dacht, ja, dat is het natuurlijk. Dat is wel heftige mededeling, dat je dat ziet, dat je denkt, oh ja, dit is natuurlijk ook wat ik niet meer heb met de man waar ik zo van heb gehouden, weet je wel. En dan gaan we Instagram. Naar... De Instagram. Instagram. Weet je, wil je een leuk feitje horen? Oh. Dat is mijn aantekening. Zoé. Ja, dit ligt altijd op mijn kantoortje, maar ik heb er nu maar wat het is leeg mee. Nog tot nu ja, toe. Ja, het is een vrij nieuw aantekeningenboek. Ja. Het is begonnen als een app voor mensen die van whisky en bourbon houden. Wat grappig. Je kon er foto's van whisky en bourbon opzetten. Van whisky. 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 Wat is dat toch? Ja, raar hè? Ja, dat wist ik niet. Ja, dat je denkt, wel fijn dat die persoon het licht heeft gezien... en het heeft uitgebreid. Dan weet je wat, zetten gewoon foto's van alles op. Ja, in het begin was het natuurlijk, mag ik iets anders zeggen dan whisky? Maar toen zeiden ze, nee, maar het is alleen voor whisky. Whisky. Maar uiteindelijk hebben ze dat verbreed. Ja. Ja, hij dacht, leuk. En toen was er een andere... Want dit is altijd, ik heb net die film over Facebook zitten kijken. Hoe dat dan gaat. Dan verzint iemand een plan. Is eigenlijk een matig plan. Komt er iemand bij die zegt, breid het uit. Een hele oude film. Ja, die had ik nu op Netflix. Okay, met die tweeling. Ik vond maar, ja. Met die Arne Hammer. Die nu natuurlijk gecanceld is. Oh, ik durfde het niet ja. tegen de kinderen te zeggen. Maar ik dacht, oh, deze acteur die we hier nu dubbel in beeld zien de hele tijd. Ja, hij speelt een tweeling. Ja, yeah, I know. De Winklevosses. De Winklevosses, ja. Ja. Oeh, dat is een enge... Nou ja, ja ik vind het ook fascinerend hoor, zo iemand die dan iemand op wil eten. Ja, hij is eigenlijk... Of een kannibaal is hij. Ik weet niet of hij echt een kannibaal is. Nou, maar denk hij, het heeft, wel. Hij heeft wel interesse in kannibalisme. Hij wou heel de tijd dat dan even zijn vriendin een rib weg liet halen... en dat hij die op kon eten als een soort sperrib. Ja. Met een honey mustard dressing. Ja. Dat wou hij heel graag. Dat wou hij de hele tijd. Ja, hij is zo heel naar. Ja, ik kon dat ook niet meer helemaal niet zien tijdens het kijken niet. Van die film. Je ziet hem natuurlijk heel zo naar vlees kijken. Ja. Dat was een heel slecht spel daardoor ook. Ja. Onder die ribben van Mark Zuckerberg aan het kijken. Maar goed, dan zie je iemand Facebook uitvinden. En dan komt er een ander bij die zegt van... ja, maar je moet het niet alleen maar voor universiteiten doen. Het is veel leuker om het voor de hele wereld te doen. Oh ja, een goed idee. Maar dat was dus met Instagram ook. Dat wou ik even leuk feitje zeggen. Ja, hartstikke leuk. Het is daarna dus door 1 biljoen... door Facebook gekocht. Ja, het is ongelooflijk. Doe je er veel mee? Ja, ik doe er wel. Maar ik vind het... Ik heb ook een gemixte relatie. Omdat ik er veel mee doe, voel ik soms ook wel van... verslaving ligt op de loer. Oh, en dat, ja. Het is gewoon verslavend. Dat is natuurlijk gewoon zo. Maar wat is er verslavend aan? Want dat heb ik nooit begrepen. Dus, maar jij twittert wel, dus je hebt wel enig idee nee, van... Nee, Twitter en Facebook ook wel. En Instagram zie ik natuurlijk wel. En dat doe ik nu voor ons, zeg maar. Ja, kijk je daar ook wel op? En, en geef ik ook wel eens een antwoord. Maar wat is er verslavend aan? Is het, want bij Facebook zeggen mensen... ja, maar dan wil je heel te kijken hoeveel likes en zo. Maar dat... Nou, dat is natuurlijk een deel, maar ik post niet heel veel. Dus ik hoef niet heet te kijken hoeveel hartjes ik heb. Is ook leuk. Maar het is natuurlijk ook... Het is zeg maar, je staat zo vaak ergens in een rij... of je zit even op de trein te wachten... of je verveelt je 2 seconden. En dan ga je kijken... Nou, er is altijd een klein stroompje informatie en plaatjes... die heel makkelijk op te vragen is. En dat is dan Instagram. Instagram, ga ik nu het over zeggen. En ik denk wel eens, Aaf... Je moet er niet steeds naar kijken. Zo boeiend is het allemaal eigenlijk helemaal niet. Nee, want er zijn verschillende dingetjes die je kan doen, hè? Dus je hebt je eigen feed, zeg maar. Dus van mensen die jij volgt en zo. Dat
komt dan langs. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik snap er sowieso helemaal niks van. Want volgens mij is op mijn telefoon, daar zit die van hier. En dan op mijn computer kan ik daar weer niet op komen. Dan zit ik alleen maar op mijn eigenste. Ja. Maar ik kan niet wisselen tussen die twee accounts. Wat, dat kan, zou wel het kunnen, kan wel. Maar ik heb geen wachtwoorden op een of andere manier. Want die vergeet ik. En die moet je in een papieren boekje opschrijven. Eigenlijk wel, ja. Zegt iedereen altijd. Dat is wel handiger. En dat ben ik dan ook van plan. Kopie. Maar dat doe ik dus nooit. Maar... maar dan heb je ook één, daar kan je heel korte filmpjes, een soort TikTok-filmpjes. Ja. Ja, die vind ik heel leuk. Oh ja, daar heb ik dan weer net wat minder mee. Oh, daar kijk je dan heel vind vaak ik soms zo. Wel heel erg leuk. Ja. Nou, als ik dan 2 minuten dus inderdaad... Ja, dan ga je Reels kijken. Ja. Ja. Nou ja, mijn probleem is dan meer dat daar vaak geluid uitkomt. En als je bijvoorbeeld bij de bakker staat... Dan kan je uitzetten, toch? Die meteen, ja. Ja, maar die doen er vaak wel toe, die geluidjes. Dus dan zit iemand te praten. Ik vind zodra het met geluid wordt het weer een beetje te... Oh, snap ja. je? Dus dan heb ik liever een plaatje. Maar ik heb het ook wel eens een tijd van mijn telefoon afgegooid. Want dan dacht ik, ja, ik word er een beetje miserig van. Oh. Maar ik word er ook vrolijk van. Want ik krijg bijvoorbeeld ook heel veel tips door. Dan denk ik, oh, iemand is naar die tentoonstelling geweest. Of daar draait een leuke film. Of dit eiland wil ik ook nog een keer bezoeken in exact dezelfde outfit als deze vrouw. Dus weet je, ik miste toen op een gegeven moment de tips. Ja. Ik heb hele vakanties ongeveer. Dat was tiploos in het leven. En, ja, dat ging niet. Je zwom. Ik zwom in een rivier. Dit allemaal domme keuzes. Het maakt domme keuzes. Ja, maar ik gebruik het echt als een soort gids. In je leven. Ja, maar dan moet je dus niet te veel doen. Eigenlijk. Dat merk ik aan jou. Dat jij een Instagram-gids volgt. Ja. Nu met die toffe reis naar Californië. Dan ga ik gewoon kijken welke plaatjes vind ik dan mooi. Dan denk ik, die brug ziet er ook wel goed uit. Ja, maar dat is wel grappig. Want je komt dus meteen achter. Want ik bijvoorbeeld bij die reels en zo. Ja. Zit heel vaak, een paar keer zit zo'n restaurant in Parijs. Denk ik, dat ziet er heel mooi uit. Maar dan zie ik al door die... ik denk, dat is een toeristentrap geworden. Ja, Instagram restaurant. Ja, die maken hun gerechten mooi op, maar er is verder geen fuck. Ja, of dat ziet er heel... Want er is in Gare du Lion of zoiets is dan een restaurant in Parijs. Dat is dan waanzinnig mooi. Maar je denkt al, ik vind dat... En het is waanzinnig mooi, maar dat kan niet leuk blijven. Nee. Want dat is nu inmiddels natuurlijk verworden tot een soort niks zeggen, en met alle respect voor de Efteling, maar is een soort Efteling geworden. Ja, en dan nog veel... Heftiger. Nee, want dat zie ik dus ook. Ik was laatst in zo'n bubble tea bar, weet je wel. Ja. Ik vind bubble tea trouwens heel erg vies, maar goed. Oh, nou, ik had laatst bij de Carrefour had ik een bubble tea van perzik. Was heel erg lekker. Oh, ja? Ja, er schijnt lekkere bubble tea te bestaan. En waar zit die? Waar jij dan was? Ik was toen ook weer in Rotterdam. Toen was ik met mijn dochter, die wel per se bubble tea... Gaan er gewoon wonen. Ja. Why ook not? Maar dat was dus ook zo'n Instagram restaurantje. Dus eigenlijk zag het er best wel crappy uit. Ze hadden bijvoorbeeld van watten hadden ze wolkjes gemaakt. Oh. En die hadden ze aan touwtjes aan het plafond gehangen. En alles was roze geverfd, weet je wel. En iedereen zat er zo... Ze bubbelt die te filmen en dan weer zichzelf. Oh. En dan weer de bubbelt die in het wolkje. En die bubbelt die was gewoon goor. Wij hebben die in een put in een put straat gegooid. In zo een vies was het. Put, ja. Lachend in een put gegooid. Maar het is dan dus. En dat vind ik gewoon een beetje triest. Dat mensen dat dan alleen maar zitten te filmen. Want niemand vindt het lekker. Het is echt hartstikke vies. Want je ziet heel vaak als je ergens gaat zitten. Bijvoorbeeld als je wel eens in een buurt bent. Dat je denkt, ik ken hier niks. Ik ga ergens zitten. Ja. Dan zie je wel eens dat we komen van die gerechten. Of bij het tafeltje daarnaast. Weet je wel, dan hebben ze suikerspin erbovenop. Met nog een pin erin. En nog een ding in. En iets erin gestoken. En nog een banaan. Ja. En dan zitten ze er allemaal foto's van. En dan denk ik, oh ja. Ja, dat is het hier. Ja, en dat het is niet lekker. Nee. Nee. Nee, dat is een beetje van uitvoering van de Tosca. Van Tosca in de arena met echte paarden. Ja. Nou, dan weet het wordt niet goed gezongen. Nee, want als ze echte paarden nodig hebben en of met olifant. Met een olifant. Nou, dan weet je al, die zangeres zal wel niet kunnen zingen. Want de geld is allemaal in die olifant gaan zitten. En dan doen ze, snap je, dan is het veel te spektakel. Ja, de rest is amateurs. Ja. Ja, en dat is met zo eten ook. Dat je denkt, ja, het is heel veel gedoe om niks. Ja. En dan is en daar maken ze dan het hoe het smaakt, daar gaat het eigenlijk niet zozeer om. Nee, al het geld zit in de satéprikkers. Ja. Dat wil je dus niet. Ja. Nee. En dat maakt Instagram van heel veel plaatsen wel een beetje. En dat is dus een beetje, vind ik, dat ergert me. Ja, nee, dat snap ik. Ja, het is ook gewoon ergerlijk. Goed. Het is niet, eens subjectief. Goed. Het is objectief ergerlijk. Ja. Ja. Ja, dus ik... En waarom krijg jij er geen contact mee? Want jij krijgt wel contact met Twitter.
Ja, ook niet super veel contact met Twitter. Maar ietsje meer. Ietsje meer. Ik zeg altijd dat deze dingen er is. Ik doe soms als er iets te klaar is. Maar daar ben ik heel erg terughoudend in geworden. Omdat dat heel veel gedoe oplevert. Je bedoelt dat je bij een bedrijf klaagt, zeg maar. Ja. Via Twitter. Ja, bijvoorbeeld. Oh, ja. Dat wou ik vanochtend. Was echt een zo heel asociale. Ik was op de fiets. Ik had verder geen interactie met hem. Maar hij reed door het rood. En hij reed bijna kinderen aan. In een busje. Vrachtwagen, in een bestelbusje. Met heel groot de naam van bedrijf achterop, ja. Dacht ik, ja, dat is super stom. Ja. Dus toen wou ik dat, dacht ik, nee, laat ik dat nou niet, ja, doen, want ik heb eigenlijk geen zin om drie weer dagen getrut. RTL Boulevard, ja, precies. Ja. En dan gaat dat bedrijf weer en dan, nou, ik heb er gewoon geen zin in. Ja. Maar ik denk altijd wel, ik vind sowieso eventjes voor mensen die in zo'n busje rijden met heel groot naam achterop, probeer voor het bedrijf ook een beetje netjes te, ja, rijden. Want dat sowieso. Gewoon, ja, sowieso. Tip. Rijd geen kinderen aan. Nee, rijd sowieso geen kinderen aan. Ook geen mensen, nee, trouwens. Ook geen dieren trouwens. Nee. Ook niet. Nee. En bomen. Ben ook voorzichtig met bomen. Ja. En met Amsterdammetjes. En met Amsterdammetjes of Rotterdammetjes zijn er niet, geloof ik. Nee, hebben ze niet. Hebben ze, nee, niet nodig. Ben eens. Nee, maar ik vind Rotterdam leuk, hoor. Een vriendin van mij woont in Rotterdam, dus ik ben er wel eens. Maar nee, dus wat dat betreft heb ik dus met Twitter ook een gemixte relatie. Voorzichtig mee te zijn. Ja. Nou, wat ik zo raar vind, is dat op Twitter vind ik meer mensen zich negatief uiten. En Instagram gebeurt dat ook wel, maar veel minder op de een of andere manier. Er is daar minder debat, wat ik op zich wel rustig vind. Oh. En nou, debat is een heel mooi woord voor elkaar verrot schelden, hoor. Ik bedoel, ja. Je ziet dan op Instagram is toch meer, nou ja, misschien omdat het meer om de plaatjes draait, maar dit is minder van, ja, jij schoft. En, nou ja, niemand zegt ooit schoft, maar nee, schoft zeggen ze niet zoveel, nee. Jij schaf uit. Dat, nee, maar mensen schelden veel meer Schreeuw op elkaar. Je weg. Ja, luister eens hier. Maar nee, dat is waar. Maar in Twitter, ik vind dit Twitter ook nog aan meevallen, hoor. Maar goed, dat... Ik vind er veel... Ja, maar goed, die komt bij mij niet zo veel langs. Nee, natuurlijk. Jij lokt dat ook niet echt. Jij, ja, ziet niet het een soort waanzinnig politieke, ja, mening. Af en toe als ik Sander Schimpenning iets zie zeggen en kijk eronder, dan is meestal... Dan is het bal. Wat hij ook zegt. Hallo, dat ben ik Kroatië, is altijd bal. Hallo, ja. ik ben Sander Schimpenning, daar zei ik al genoeg. Ja, maar dat vindt hij volgens mij ook heel erg fijn. Dus dat, daarom, is het niet erg. Als je ervan geniet hij van. Ja. Dan moet je dat lekker doen. Maar nee, ik zou er dat zie je ook te gek van worden. Ja, nee, ik dat ook. De hele tijd heel Nederland op jou... Ja, zo heel de tijd met iedereen, maar dat in is toch heel discussie vermoeiend en zo. Ja. Moet je niet willen. Ik blokkeer je. Nou, ik heb nog nooit iemand... ik heb wel eens iemand geblokkeerd, geloof ik. Maar dat weet ik al niet eens meer, weet en je dat wel. Moet je ook niet zeggen. Dat moet je gewoon doen. Maar goed, dus Instagram... Daar, elke keer denk ik, oh, weet je wat? Ik ga het iets meer doen. Ja. Weet je wel, nu bijvoorbeeld is criminalgerij. Heb ik meer tijd in dingen. Dan denk ik, oh, maar je moet elke keer dus foto's. Dat vind ik zo'n dingetje, ja, inderdaad. Wil je moet niet altijd naar een foto bij. Nou, er moet altijd een foto bij. Bij wat je schrijft, oh, zeg jij maar. Wil gewoon alleen maar iets schrijven, eigenlijk. Ja, dus dan kan je... Dus het maakt je meer. En ik vind namelijk, als je met iemand bent en je bent in dat foto's aan het maken, dan maak je van die andere een beetje eenzaam, ja, iemand. Ja, ik vind dat ook helemaal niet leuk. Nee. Dus ik ga ook niet in een restaurant foto's van mijn eten maken. Nee, ik ook niet. Nee. Ik vind ook ik gewoon niet gezellig. Maar, maakt mij denk ik heel oud, maar dat is wel gewoon ik zo. Maak wel eens foto's van mijn eigen eten. Wat je hebt gemaakt. Ja, ja, jij hebt me deze week nog van je aspergesoep nou, een foto gestuurd. Precies. Vond ik wel een hele mooie foto trouwens. Want je had daaronder ook echt leuke tafelkleden liggen. Het was natuurlijk met Pasen. Er ligt altijd wel een leuk tafelkleed. Ik ben verslaafd aan tafelkleden. Ja, dat is waar. Nee, dat was een goede foto. En van aspergesoep kan je helemaal niet makkelijk leuke foto's maken. Nee. Nee, vertel Sascha de Boer. Die maakt toch altijd foto's allemaal van eten en zo. Is dat haar ding? Na 10 jaar journaal ga ik alleen maar foto's van aspergesoep maken. Zij maakt foto's van mensen, toch? Of van in de aspergesoep. Nee, in de nee. Mensen die aspergesoep eten. Nee, ze maakt volgens mij ook wel foto's van... Het maakt haar niet zoveel uit. Zij is lekker bezig. En zij, want volgens mij is dat wat zij nu doet. Foto's maken. Ja, zij is nu gewoon fotograaf. Manier, maar dat zal zeker niet zijn. Ik wil haar zeker niet in de kamp sturen, maar dat zijn hetzelfde kakkerkamp als Marco van Saturn en Wordchild. Is dat waar of niet? Of doet zij of oh, dat zij dingen iets... doet voor Wordchild? Ja, op een of andere manier zie ik haar daar rondlopen, ook in cakey kleuren. Zou in best cakey kunnen. Cakey kleren. Zie maar ik heel haar veel BN'ers zijn actief met voor kindsoldaten in de weer. Maar is zij met kindsoldaten in de weer? Ik weet het niet. Niet dat ik weet, maar ik zou niet nooit don't zeggen. Don't put it past her. Nee, nee, want ik zie het haar wel doen. En Rick Niemann ook. Nou, mijn schoonmoeder is ook met Wordchild. Die heeft de hele dag zo'n Wordchild-t-shirt aan. De hele dag? Nou, dat heeft ze toen
nieuw van ze gekregen. Ze draagt eigenlijk bijna niks anders meer. Oké. Okay. Dat is gewoon een heel fijn t-shirt. Want die Rick Niemann is volgens mij heel... Die is recht volgens mij. Want die doet 's ochtends op zondag toch zo'n heel rechts van BNL. Maar zij lijkt mij niet rechts. Aan haar foto's te zien. Ik vind haar foto's best wel links. Asperge soep is links. Dat lijkt me dat niet. Dat vind ik wel. Maar goed. Ik vind soep sowieso best wel links. Maar goed, hoe zijn we hier terecht gekomen? Want we nog één ding over Instagram. Nee, zitten we met kindersoldaten en Rick Niemann. Dat is heel logisch terug te tracken, denk ik. Aspergesoep, dat was de link. Maar via aspergesoep. Foto's van mij, van eten, aspergesoep. Zoals je de boerkindsoldaten Rick Niemann rechts. Ja. Weer terug naar soep. Ja. Maar Instagram luistert mij dus wel af. En ik heb dit 1000 keer gegoogeld. En er zijn heel veel voorbeelden van mensen die zeggen het klopt niet. Maar het is gewoon zo. Dus, je hebt dus het ik over heb iets. Met jou over Rick Niemann gepraat. En dan krijg je reclame krijg voor een Rick advertentie Niemann. Rick Niemann. Dat je hem kan kopen. Ja, dat je naar zijn show moet. Of dat hij een speciaal merk aspergesoep heeft. Maar ik zweer het. Ja. Het is gewoon zo. En dat vind ik dus eng. Maar kennelijk niet eng genoeg om die app van mijn telefoon af te gooien. Daar ben ik dan ook weer te slap voor. Rick Niemann, Sascha de Boer, moet nou ineens denken. Die zat een keer in de zaal. Toen deed ik een veiling voor, ik geloof, blinde geleidehonden. Ik weet niet meer precies waar het voor was. Waar het voor blinde geleidehonden voor hunzelf. Voor om een dagje uit. Brokjes. Om een dagje uit te gaan betalen. Maar, en toen hadden we... Zonder mensen. Ja, toen, en Najib, die, wij presenteerden met z'n tweeën. Ja. Maar Najib zei helemaal niks. Dus ik zei op een gegeven moment tegen Najib. Als we nou direct oplopen, ik zou geen microfoon meer meenemen, want je zegt toch helemaal niks. Ja, een makkelijke manier om je snappeltje te doen. Ja, maar iemand moet iets zeggen, want anders zijn we met z'n tweeën zo'n beetje zo... zo'n beetje... Dus, en toen hadden zij een die kende ik toen helemaal niet, een gesigneerd t-shirt, voetbalshirt van Messi. Okay. En achteraf ben ik hartstikke... Jij wist niet wie Messi was? Nee, en achteraf vind ik het verschrikkelijk dat ik... Nee, maar toen was helemaal nog in de tijd... Toen was Messi net uit Argentinië gekomen of zo. Nee, maar toen kende... Nee, niemand kende Maar zij zaten er met z'n tweeën bovenop natuurlijk. Zat je in de zij wisten maar ze had net heel veel asbestsoep gefotografeerd en veel geld verdiend. Had ze die voor de blinde geleidehond hadden ze de Messi-shirt. Hebben zij dat shirt toen gekocht? Ja, ze hebben het toen gekocht. En heb ik heb ze ook nooit meer gezien, dus ik heb het er ook nooit meer over kunnen hebben. Maar ik ben zo benieuwd wat ze daar... meer aan hebben, verpatst. Zeg maar. Vast. Verpatst. Nou, als je of ingelijst. Ik vind het gewoon heel slim. Het is een soort bitcoin. Ja, het is een slim echtpaar. Dus jij baalde dat je zelf niet bij die veiling dat shirt had gekocht. Ja, maar toen dacht ik, jezus, wat een loser. Wie koopt ze nou? Want hoe heet die? Messi. En toen en later dacht ik nog wel eens in een soort echo over mijn leven. Dat gemiste heb ik wel eens, kansen. Heb ik een echo over mijn leven dat je ergens zit en dat er andere gebeurtenissen van je leven terugkomen. Dat je terugkomen. Die hele film terugziet. Ja, ook heel erge momenten die je nooit tegen iemand anders wil vertellen, weet je. Van die gênante momenten, maar ook dit soort momenten. Ik denk, de echtpaar, daar zit gewoon... op zo'n shirt van Messi. Dan komt altijd dat shirt van Messi. Nee, dan moet ik niet aan denken. Elke keer dat jij bijna doodervaring als aspergesoep eet, dan is het heel logisch. Denk je natuurlijk Sascha de Boer. Absoluut. Dan denk je aan kinders. Dan denk je aan Messi. Ja. En, dingen. Ja. Dus hoeveel sterren geef je Instagram? Want dat is het onderwerp, dames en heren. 3. Je bent er helemaal stil van. Ja, wil je het nog... Ja, ik vind het een lust en een last. Precies. Ja. Ja, dat is alles mee gezegd. Dat is het. Ik ga gewoon met jou mee. Oh, wat leuk. Ja. En je hebt toch twijfels, hè? Ja, want ik dacht... Ik zag je een ster omlaag gaan in je hoofd. Ja, ja. Heel goed. Dat was wel goed voor jou I dat je read dat your zag, mind. Ja. 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 Dat, ja. Ja, ik doe... Wow. Ja, dat was echt op het moment zag iets gebeuren. Hè? Dat, ja. Is, nou, die derde gewoon... zag ik niet meer aankomen, nee. Maar dat ging allemaal heel snel. Nee, maar ik vond toch, want ik merk dat ik van de DM's en zo van ons, geniet ik wel heel erg. Ja, maar vind wij ik hebben heel echt erg hele leuk. Leuke volgers. Ja, dit is niet om te slijmen, maar nee, maar ze zijn ook altijd heel goed met die adviezen geven ja, en zo. Ja, vind ik ook. Dus dat vind ik heel leuk. Nee, en daar hou ik wel van. Ja. En dat vind ik toch leuk om... dus daar geniet ik echt van. En ik zal mijn eigen zin... ga ik komende week nieuw leven inblazen. Oh ja? Ja. Wat leuk. Ik denk dat ik dan bijvoorbeeld een keer live ga... bijvoorbeeld bij de soundcheck of zo heb ik wel eens een keer gedaan. Dat is toch heel leuk? Precies, dat kan ik gewoon doen. En dan... Ja, dat is dan wel weer... Ja, dat zou ik dus missen als het niet meer bestond. Precies. Ja. Precies. Dus maar goed, ik kan niet meer terug. 3 sterren is 3 sterren, ja.
Nee, het is, nee ja, dat is nu het systeem in. En zeker met Podimo gaat dat nou officieel via Denemarken. Dit is, Podimo, dit is nu al in Denemarken. En hebben ze, zijn ze nu al aan het uitdiepen. They don't care about this aflevering, maar... Nee, ja, they care a lot about ze. Ja, yes? Zeker. Okay. Dus we gaan naar het, het roddelblad. Leuk. Of moeten we er even nog een nachtje over slapen? Oh ja, een zelfgebouwd geforceerd bruggetje. Ik hou van geforceerde bruggen. Naar Matt Sleeps. Ja. Wist je dat die door Financial Times zijn benoemd als Europa's snelst groeiende interieurmerk? Oh ja? Dat verbaast me helemaal niks. Nee, dat verbaast me ook niks. Want natuurlijk zijn ze dat. Want je kunt het, ze leveren rechtstreeks aan de klant. Matrassen. Ja, matrassen, want Matt Sleeps gaat natuurlijk over matrassen. Matrassen die je zelf harder en zachter kan zetten. Ja. Dus je kan de lagen veranderen. Ja. En dan kun je het zelf een beetje aangeven. Zelfs als je een twee persoons, dan kan je de ene kant en de andere kant kan je verschillen. Jij mag hard, ik mag zacht. Of vice versa. Of bijvoorbeeld als je met heel iemand die heel dik is of zo of groot is. Of, dan zeg je, wacht, heel blijf even staan. Ik verwissel de hardheid. Ja, jij hoeft niks te doen, moet je dan zeggen. Ik doe het wel, als verrassing. Drinken. Ja. Dat is een verrassing. En je kan 120 dagen proef slapen. En als het dan niet bevalt, kan je het terugsturen. Ja, zeg lang. Het wordt lokaal geproduceerd, wat ook wel belangrijk is, gewoon in Duitsland. Wist ik nog niet. Dit en de bedden in Nederland. Ja, dus een matras in Duitsland. Grappig. En het gaat minstens 10 jaar mee. En dat is ook de garantie, 10 jaar. Ja. Dus 10 jaar. 10 jaar. Vind ik wel lang, ja. En we hebben een leuke korting. Klopt. 10% op de hele collectie. En wat is de code? MMA. Op matsleep.com. Ja, dus ook op de bedden en zo. Ja, dus je gaat naar de hele collectie. De dus hele alles. Bubs. Matsleeps, mats met twee t's. Matsleeps.com. En dan de code MMA. 10% korting op de hele collectie. Doe je voordeel mee. Ik heb er dit weekend nog op liggen slapen. Je hebt er op liggen slapen? Ja. En het is heerlijk, hè? Het vakantiehuisje heerlijk opgeslapen. Had jij hem aangepast of niet? Ik had hem al op de perfecte hardheid staan. Ja, ik ook, ja. Zoals hij erin. Want hij komt in een doos. Ja, en dan kan je dan even experimenteren. Precies. En dan hop. Het is niet goed. Ja. We gaan naar het roddelblad. Jij hebt de Good Old Privé. De Good Old Privé, ja. En daarin kwam ik toch weer bij Jan Uriot, die we ook nog weer eens uit moeten nodigen. Want het lijkt me leuk om ons voor de zomer nog even te spreken. Want het was hartstikke leuk en pakkend. Inspirerend. Inspirerend. Hij heeft een waanzinnige stem. Daar waren onze luisteraars ook. Jullie waren wij vielen helemaal weg, maar dat geeft niet. Zo'n goede stem heeft hij. Een hele lage, warme stem heeft hij. Ja, een hele fijne stem. Want iedereen zei toen van hij moet boeken gaan inspreken en zo. Ja, ook. En inderdaad, daar heeft hij een hele goede... moeten doen. Goede stem voor. Hij heeft, want hij belt altijd met iemand. Met zijn stem. Hij had nu Judith Osborne gebeld, 56. Oh, dat toevallig laatst nog over haar. Hij doet altijd overal de leeftijd achter. Ja. Dat vindt hij fijn. Dat is zijn genietmoment. En hij zegt, de eerste vraag aan Judith Osborne, hij komt altijd zo binnen meteen met een vraag. Ja, heel spontaan. Een pittige stelling. Ja. En dan zegt hij, zit je nou te flirten met de lover van Connie Witteman? Wow, maar nu is hij wel echt even op oorlogspad. Ja. En wie is de lover van Connie Witteman? Ja, dat blijkt dus Henk de Vries te zijn. Dat is een hele specifieke naam, Henk de Vries. Jezus, je zal Henk de Vries heten. Ja, ook wel weer lekker, ben je altijd anoniem. Ja. Ja, je kunt me vinden op internet. Hoe heet je, Henk de Vries? Ja. Google me maar. Nee. Maar Connie Witteman is met Henk de Vries. Was met Henk de Vries. Of is met Henk de Vries. Oh, is met Henk de Vries, denk ik. Ik weet het niet. Connie Witteman hou ik ook niet echt bij, moet ik eerlijk zeggen, heel haar leven. Nee, ze had laatst aangekondigd dat ze vanwege de oorlog in Oekraïne van Instagram afging. Maar ik neem aan dat nu weer terug is. Wat vind jij daarvan? Want ik trek, merk ik al nu, al een moeilijk gezicht. Moet ik niet doen. Trouwens, Winston Gesandwich zaten wij wel. Dat gezicht van jou was tijd ver vooruit. Ja, dat was al vooruitplant over hoe zijn leven dus verder zou hoe jij nu gaan. Met je gezicht doet, dat ga ik wel gewoon serieus nemen. Jezus, je wou nu een gezicht gaan trekken. Die zat bij Jinek toch ook wel echt ontzettend. Daar had ik zo graag ook aan tafel gezeten. Ja, dat zijn wel leuke momenten. Ja, want dat waren leuke momenten. Want ik had hem dan toch wel niet... Jij had hem nog wat harder in
in de tang. Ik had hem wel iets harder in de tang gepakt, ja. Maar goed. En dan zegt zij, nee, joh. Ik zeg alleen, die Henk de Vries was ook wel iets voor mij geweest. Zegt Judith Osborne. Oh. 56. En dan zegt Jan Urion, is ook voor geen, niet voor één gat te vangen. Is niet voor geen gat te vangen, maar niet voor één gat te vangen. Je hebt toch een man, zegt hij. Het is meer uitlokkerig, want ja. Hij weet ook wel dat het uit is waarschijnlijk. Dat is uit. Ik ben nu weer happy single. Naar Bert, Bert van der Veer, weet je wel. Van het aanbijenboek. Van het aanbijenboek? Ja, zo kwamen we laatst op haar. Hij had dat boek over die aanbijen geschreven. Oh, dat ja. Hij altijd zo lang op de wc zat te lezen. Precies, ja. Ja. En, toen waren zijn aanbijen dus gaan hangen. Ja, precies. Terwijl je kan best heel lang op het toilet zitten lezen als je geen niet heel de tijd aandrang creëert. Nee, en je, dan moet je misschien gewoon de deksel dicht doen en op de deksel gaan zitten. Ja, wel eerst afvegen. Ja, je broek dus gewoon eigenlijk op een stoel gaan zitten ergens op de wc, anders. Op een stoel ja. Gaan zitten. Nee, want als je je broek omhoog doet, is het wc-moment afgelopen. Ja, dat is waar. Dan moet je gewoon naar de kamer. Ja, naar de kamer. Maar ze was dus met Bert van der Veer. Ja, en na Bert heb ik inderdaad een relatie gehad. Dit keer geen bekende Nederlander. We waren stapelvliegd op elkaar, dachten samen auto had. Mijn relatie bleek niet zo te zijn. Ah, dat vind ik. Ja. En dan zegt de eeuwig meevoelende Jan Uriot. En nu zit je moeder ziel alleen in een flatje op Eiburg. Jeetje, ik vind hem, hij is een beetje, ik vind hem wel een beetje heftig, deze aflevering. Alsof hij nog een appeltje met haar te schillen had. Nou, dan zegt ze, nee, want dan heeft ze een goede alleen. Comeback. En zij zegt, ondertussen ben ik verhuisd naar een Amsterdamse Zuidas. Ik heb een heerlijk appartement, zegt hij. Dus het overtroeft hem. Ja. En dan zegt hij weer, want hij blijft positief. Het Manhattan van Nederland. Is dat leuk, tegen al die hoge gebouwen aankijken? Nou ja, dat denk ik ook eerlijk gezegd wel. Als iemand op de Zuidas wonen. Ja, maar je hebt ook weer een goede comeback. Ik kijk uit op voetbalvelden. Dus het uitzicht is prima. Met al die mooie mannen op het veld. Ik zit bij wijze van spreken in een skybox. En volg de rugnummers. Oh, dan woont ze op 2 hoog. En dan komt hij weer terug. Want hij denkt, ja, ik ga toch nog verder prikken. Zegt hij, moet jij niet zoals Angela Groothuizen eens een kijkje nemen op Tinder? En dan had hij meteen ook nog Angela Groothuizen erbij. En Tinder. Oh nee, dat is niks voor mij. Het gaat bij mij om hartstocht. Dat krijg je niet voor elkaar op Tinder. Ik wil liever iemand in het echt ontmoeten. Dan komt de hartstocht vanzelf bovendrijven als het klikt. Want geloof me, ik wil best weer aan iets nieuws beginnen... omdat het niet al te feestelijk is in je eentje. En dan gooit hij het even over een andere boeg. Waar ben je mee bezig? Hele open vraag. Ja. Waar ben je mee bezig? In godsnaam. Ik schilder en bereid me voor op een vernissage aan het eind van het jaar. Niet meer iets in de showbiz, zegt hij dan nog eventjes, prikkelend. En dan zegt zij, de entertainmentwereld is de mijne niet meer. Gelukkig niet, zou ik zo willen zeggen. Als je toch hoort wat er allemaal voor ellende is bovenkomen drijven de laatste tijd. Het is de verre van mijn bedshow geworden. Oh, dus zij zit altijd... helemaal niet meer in de showbiz. Ja, dat lees ik ja. Niet. Ik wist dat niet. Dankzij Jan Uriot. Ja, en, toch goed dat hij doorgevraagd heeft en geprikt. Ja, want dit is een klein interview. Maar het gaat... Zoveel. Ja, het Volgens is een rollercoaster van emoties. Had hier 4 pagina's over gedaan. Het is een rollercoaster van emotie. Het is hard, maar het is ook zacht. Het is meelevend. Ja. Maar het is ook gewoon kritisch. En heel erg de zeitgeist. Het hele boze debakel komt weer voorbij. Judith Osborne heb ik wel een zwak voor. Ja, ik vind haar ook wel ja, geinig. Ik ook. Ja, ik vind het jammer dat ze uit de showbiz gestapt is. Ja, voor mij zou ze nog wel langer... Maar goed, ze doet nog een vernissage, dus... Nee, maar dat is met schilderen en zo. Ja, maar goed, dat is ook show. Ja, dat is waar. Je zit iets te lezen. Nou, je... Karen Bloemen, let op haar woorden, staat hier. Karen Bloemen, 61. Het blijft toch heel 61. Fijn dat hij dat doet. Ik weet als geen ander dat woorden verkeerd geïnterpreteerd kunnen worden. Ik hou ontzettend van poesjes. Tegenwoordig noem ik het maar uit veiligheid kittens. Dit vanwege het Google-gevaar dat als je poesjes intikt... je meteen in de porno verzeild raakt. Heel goed dat ze dat en doet. En dat is een heel item. Dat is een nieuws, dat is nieuws. Bij Jean Uriot. Tips, niet meer poesjes. Ja. Ja. Nou, dat is altijd met kat en poes is altijd zo... Dat is ook heel ingewikkeld. Ja. Nou, niet ingewikkeld, maar er wordt altijd heel snel dat je denkt... Ah, het is zo gek dat eigenlijk in meerdere talen... Want je hebt natuurlijk ook de grab them by the pussy. Dus, ja. Dus in veel landen wordt de vagina een poes. Ja. Nou ja, hier moet ik nog even verder over nadenken. Misschien kom ik later nog met een... Nou, ik hoorde laatst iemand die was op de Albert Kuip...
En die had inderdaad ook een poes. Maar die had een poes, een dierenpoes. Ja, een dierenpoes. Ja, die had een vagina. Niet zeggen, die had een vagina. Dat zou ik gewoon zeggen. Nee, maar ik dacht dat ze met een poes over de Albert Kuip liepen. Wat raar is, maar zo zag ik het even. Van een lijntje. Goed, jij kent iemand met een poes en die liep over de Albert Kuip. Want een vrouw liep met de poes over de Albert Kuip. Je bedoelt een poes of bedoel je een vagina? Nee, ik bedoel natuurlijk gewoon echt een poes. Wel. Die had, nee, ze liep niet met die poes over de Albert Kuip. Maar ze had een poes thuis, zeg maar. Ze had een foto van. Oh, ja. Nee, ze had de poes thuis. Maar toen kwam ze, toen ging ze bij de vishandel. En toen zei ze, hebt u iets lekkers voor mijn poes? Serieus, scheem op. Het is echt iemand die dat zei. Ja. En toen riep die man achter de kraam, riep mijn collega... Mevrouw vraagt hier of we iets lekkers hebben voor de poes. Oh. En toen zei die andere, misschien een lekker tongetje. Nou, ja, dit hebben zij, dit doen zij al jaren natuurlijk. Ze al jaren. Ja, elke keer als een zielige vrouw heel lief voor de poes is. Komen ze daar weer, terug. Ja. Maar goed, dat was het... En dan komen we nu bij het probleem. Even kijken. Van de week. Ik ga hem even voorlezen. Beste Aaf, ik heb 2 stiefdochters, bonusdochters, hoe je het maar wil noemen. Het zijn echt lieve meiden, behoorlijke pubers met alle ongemakken die daarbij horen. Maar ze zijn alle 2 echt leuke dames die gaan opgroeien tot toffe volwassenen. Mijn probleem is echter, en ik vind het heel erg moeilijk om het hardop te zeggen, ik wou vaak liever dat ze er niet waren. Door de week zijn ze bij ons en ik merk dat ik toch vaak uitkijk naar het weekend, als ze weer bij hun moeder zijn. Tegen lange vakanties zie ik vaak op. Mijn man, en we hebben dit al vaak naar elkaar uitgesproken, voelt zich compleet als ze er wel zijn. Ik vind het relaxter als we met z'n vieren zijn. We hebben samen ook 2 dochters. Hoe zorg ik ervoor dat ik niet de tijd hoef uit te zitten tot ze gaan studeren en op kamers gaan? Nogmaals, er zijn niet echt grote moeilijkheden en conflicten, meer tussen haakjes, maar het zijn toch 2 extra mensen in mijn huis, terwijl het ook hun huis is, die niet echt als mijn eigen voelen. Ja, kwamen heel veel reacties op. Ja. Ja, ook best wel gemengd dit keer. Zeker. Het ging alle kanten op. Ja. En één iemand zei, hier hebben Mark, Marie en Aaf geen oplossing voor. Nou, dat zag ik als een challenge. Ik heb zelf 2 stiefkinderen en 2 eigen kinderen, zoals je dat dan noemt. En ik wilde eigenlijk vooral tegen haar zeggen, geniet nou van de tijd dat ze nog thuis wonen. Dat klinkt heel erg zoetsappig, maar als kinderen eenmaal pubers zijn, gaat het echt heel snel. En voor je het weet zeggen ze, doei, we gaan op kamers. En dat is gewoon echt jammer. Ja. Want ook met stiefkinderen, in mijn geval, kan je een soort empty nest gevoel hebben. Die van mij zijn nu 21, een tweeling. Die zijn op zichzelf gaan wonen, wat ook heel goed en normaal is. Maar ik denk heel vaak van, hoe snel ging dat eigenlijk? Ja. Ik ken ze al sinds hun 5e. Ja. En ik vind het gewoon heel leuk om veel kinderen aan tafel te hebben, et cetera. En dat is nu niet. Nee, dat is waar. Alleen, jij hebt gewoon ook een ander gevoel daarover. Dat is ook zo. Want haar probleem is natuurlijk, dat is nou juist haar probleem. Ja. Dat zij eigenlijk het fijnste vindt om met z'n vieren te zijn. En het een beetje moeilijker vindt als met z'n allen. Ja, terwijl, ik zou denken, die 2 stiefkinderen, die waren natuurlijk voor de eigen kinderen er al. Precies. Dus zij heeft... Het is niet van dat je niet wist dat die erbij waren. Nee, dat vind ik ook. En ik vind het ook een klein beetje wonderlijk dat je... je was dus eerst alleen met je man en er waren die 2 stiefkinderen daar. Dat je daar niet een soort band mee hebt gekregen. Nou, ik geloof dat ze wel eigenlijk zegt van, ik vind het hele leuke kinderen en ze worden hele toffe dames, et cetera. Dus ik geloof wel dat ze een band met ze voelt, maar ze vindt het toch gewoon het fijnst als ze er niet zijn. Ja. En wat ik wel als tip heb, want ik vind hun... dat zal vast met logistiek en werk te maken hebben... maar ze heeft dus door de week zijn de stiefkinderen bij hun... Ja. En in het weekend altijd bij de moeder. Ja. Dat vind ik al een lastige verdeling. Want door de week ben je altijd druk... Bezig. En moet je snel ontbijt maken en moet iedereen... Daar is heel veel logistiek, dus dat is gewoon gedoe. Door de week is alles meer gedoe. Ja. En in het weekend heb je tijd en gezelligheid, kan je naar de film, weet ik veel. Dus ik zou zeggen... Misschien kan je daar nog wat aan tweaken, aan die verdeling. Want anders ben je altijd alleen maar het gedoe aan het hebben. Ja. Met z'n 6 in 1 huis. En die lange vakanties, daar had ik ook wel een tip over. Wat wij heel vaak deden, was dat Gijs bijvoorbeeld ook om zijn eigen kinderen... of zijn eigen kinderen, zijn grote kinderen, wat meer aandacht te geven... ging hij alvast een week met hun.
Met die twee grote. En dan kwam ik met onze kinderen erachteraan. Ja, ja. Want dan had je hadden gewoon verschillende dynamieken. Hadden zij even met precies. hem. En dan hoefde je niet steeds... Want het zijn ook vaak alle verschillende leeftijden. Dus de helft is al puber en de andere helft nog een kleuter. Dus dan moet je de hele tijd bedenken... wat is voor iedereen leuk. Dat hoefde dan even niet. En dan kan je een beetje verschillende dynamieken... in zo'n lange vakantie ook maken. Dat is ook een tip. Ja, en ik denk ook dat het goed is om in je hoofd te establishen... dat zij er gewoon bij horen. Nou, en dat het niet een keuze is. Zij waren er eerst. Ja, daarom. Nee, maar nu lijkt het net zo van... ja, alsof het een soort keuze is. Maar die is er natuurlijk niet. Dus het is absoluut geen keuze. Je moet jezelf ermee verzoenen. Je mag het natuurlijk denken... maar je moet jezelf ermee verzoenen dat het zo is. Ja. En je moet ook opletten dat je dat niet gaat versterken... doordat je het bij jezelf toelaat om het allemaal te vinden. Nou, en het ook de hele tijd met je man te bespreken... vind ik ook wel een lastige. Nou, dat doet ze niet. Nou, ze hebben dit al vaak tegen elkaar uitgesproken. Nee, ja, het rare is... dat snapte ik eventjes niet. We hebben al vaak tegen haar uitgesproken. En dan zegt ze, mijn man voelt zich... Ja, dat is waar. Hij voelt zich compleet als ze er wel zijn. Ja, dus het lijkt een beetje dat ze het er wel over hebben gehad. Maar niet dat zij het ingewikkeld vindt. Nou ja, en ik denk ook ergens, wat heeft het voor nut om dat te zeggen? Het zijn zijn kinderen. Daarom, dus... En dan maak je het alleen maar onnodig ingewikkeld. Ja. Want je verandert er niks aan. En terecht, omdat het zijn ook... Want dat zegt ze ook nog, ja, het is ook hun huis. Ja, het is natuurlijk ook hun huis. Het is vooral hun huis. Ja, ja, ik ben zelf ook, zeg maar, stiefkind geweest. En het is best wel lastig als er een nieuw iemand bij je vader komt wonen. Dat is al een dingetje. En... Van Brigitte Kaandorp, toch? Die was maar heel kort met hem. Die is niet bij ons komen wonen. Maar dan blijf ik soort heel leuk vinden... dat jouw stiefmoeder Brigitte Kaandorp was. En daar heb ik nog steeds een hele goede band mee. Ja, maar dat vind ik super grappig. Want, ja, een stiefmoeder die keihard piano komt spelen... en allerlei liedjes componeert dat bij het thuis. Hele, ja. Nee, maar weet je, stieffamilie zijn vergt echt wel wat inspanning. Net zoals gewoon iemand ouder zijn. En het gaat gewoon niet helemaal vanzelf. Dat klinkt zo heel negatief. Maar je moet je gewoon goed rekenschap geven van jouw positie in dat gezin. Jij bent erbij gekomen. Precies. Dat is het eigenlijk. Kijk, die kinderen hebben daar sowieso niet voor gekozen. Die hebben er nooit hebben om ook gevraagd. Geen keuze in gehad. Nee. Dus jij bent toch degene die je daarin moet vleien, zeg maar. En jij kent ze natuurlijk langer dan je eigen kinderen. Ja. Dus... Dus ik denk dat het goed is om je ermee te verzoenen. En niet te denken dat er een oplossing is voor. Want zij gaan niet weg en terecht. En jij ook niet. En jij ook het niet. Het enige wat je kan doen is het schema misschien een beetje aanpassen. Ja. En die vakanties wat meer opknippen. Zodat het niet een hele lange zit wordt met z'n allen. Maar dat je gewoon denkt, oh, dan gaan we dit met die doen en dat met die. En dat kan ook. En misschien juist de andere kant op. Dat je af en toe ook met hun met twee zelf alleen iets gaat doen met is die twee ook kinderen. Wel heel leuk. Ja. Want daarmee maak je het voor jezelf. Dat je ze iets beter gaat kennen of niet, dat ze ook een band met jou alleen hebben. Ja. En dan ga juist de andere kant op. Omarm het meer dan dat je nu doet, zeg maar. Ja, dat zou ik ook echt doen. Ja. Ja. Voor je het weet zijn ze 18 en zeggen ze doei. Dus Pieternel 413, ik weet niet wie dat zei dat wij geen oplossing hadden. Maar dit is best een... Eat that, Pieternel! Thea 13. En Pieternel en alle andere luisteraars. Ja. Mocht je nou denken van... hey, die aflevering is alweer voorbij. Ja. We staan ook nog op de Podimo-app. Met een andere aflevering. Ja, dat is zo grappig. Ze heeft een andere inhoud. En daar hebben we het komende week over banken. Ja, precies. En over heiligen. Ja, en over heiligen en over wat er allemaal gebeurd is in de wereld. Ja, kan je vinden op de Podimo-app. En met podimo.nl/mma kan je dan een account maken... waar je een half jaar gratis te kan uitproberen. Ja, en deze is er volgende week ook weer gewoon. Deze blijft gewoon sowieso altijd. En bij Podimo heet onze podcast Mark, Marie en Aaf vinden nog eens iets. Tot dan dan.